Deze ananastaart is net zo lekker als dat hij eruit ziet. Maar om te maken begin je eerst met het smelten van de boter op hoog vuur. Wanneer de boter gesmolten is, voeg je de lichtbruine bastardsuiker toe. Het geeft een iets complexere smaak aan ananastaart dan normaal. Wanneer het volledig is opgelost en een beetje stroopachtig wordt, een beetje karamelliseerd, gaan de ananasschijven in de pan en die bak je dan 3 à 4 minuten. En af en toe doe je wat van de siroop over de ananasschijven heen. Dan voeg je een scheutje rum toe. Laat je nog een minuut meekoken. Draai het vuur uit, laat je het afkoelen. Niet helemaal, maar een beetje. Ga de frambozen er bovenop. Die leg je dan in het gat van de ananasschijven. Dan ga je verder met het beslag. Dan vermeng je suiker met boter. Dan doe je wat zout bij. Vervolgens 1 voor 1 de eieren. Wanneer dat geklopt is, een beetje vanilleastra, citroenrasp en dan bloem. Vervolgens kaneel en bakpoeder. En dat meng je goed. Als het dan nog te dik is, het beslag, voeg je een beetje melk toe. En dit beslag doe je dan bovenop de taart. Bovenop de ananasschijven moet ik zeggen. Dat strijk je glad. En dan bak je de taart af op 180 graden gedurende 30 tot 35 minuten. En de cake is dan klaar wanneer die er schoon uitkomt als je er een satéprikker in stopt. Dan laat je hem nog 5 minuten afkoelen en dan draai je hem om. En dan heb je het resultaat op de foto. Eet smakelijk!